Oh, ik ben echt heel, heel blij. We zijn net toegekomen in Parijs. Heel, heel, heel excited. Deze winkel is echt niet normaal. We hebben nooit zoiets gezien. La, 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 la. Het is echt insane. We hebben keiveel celebrities gezien. Ik heb net Riella gezien. Good morning guys en welkom bij een nieuwe weekvlog. Leuk dat jullie alweer kijken. Ik ben nu aan zee, want ja, het is kei mooi weer, dus we dachten we gaan een weekendje naar de zee. Vic is nu gaan sporten, alleen gaan joggen. Maar ik had mijn sportkleren niet bij, dus ik kon helaas niet meegaan. Dus ja, is maar alleen gaan joggen. Dus ik ga zo meteen ontbijt halen. We gaan dan even ontbijten en dan lekker wandelen op het strand, denk ik. We vinden het altijd wel kei leuk om lange wandelingen te doen. En ja, het weer is gewoon echt top hier. Ik weet niet of jullie het kunnen zien van het raam. Ik zal even buiten gaan. Maar de zon schijnt dus lekker. Het is kei mooi weer. Ja, en mijn mama heeft hier zo een windmolen gezet. Mama, als je deze vlog ziet, I don't know why, maar het is wel echt heel cute. En ik ben gisteren, ik zocht al heel lang naar een puffercoat trouwens. En ik heb een heel leuke gevonden van de Zara. En die kan je ook online vinden trouwens. Ik zal de referentie in mijn comment zetten. En in Londen was ik met Alix al een paar winkels binnengelopen om dus puffercoat te zoeken. Maar ja, dat is niet zo heel makkelijk en ik vond het niet echt een mooie, dus ik zal hem zo meteen tonen welke ik heb gevonden. Ik ben net klaar om te vertrekken naar de bakker, maar ik dacht dat het misschien leuk is om een paar plekjes te tonen hier beneden in ons huisje aan zee. Veel mensen vroegen van ja, wie heeft jullie interieur gedaan? Mijn mama heeft dat dus allemaal zelf gedaan, ook bij ons thuis, samen met haar beste vriendin. Haar beste vriendin is eigenlijk interieurarchitect, maar samen vormen zij echt een super sterk team en een goed team. Dus ja, dat is een antwoord op jullie vraag, want ik krijg die vraag wel regelmatig in mijn, via Instagram, dus vandaar. Dus dit is de living. Hier kijken wij eigenlijk altijd tv samen. En buiten staat er dus een grote bank. Ja, normaal liggen daar eigenlijk kussens in met bijzitjes en een parasol. En daar aperitieven wij eigenlijk in de zomer meestal. En in de keuken zitten wij ook heel veel samen. Dus dit is de eetplaats. Dit is ons terras met de tuin. Hier is het keukenaanrecht met allemaal borden. Dat staat allemaal hierin. En Victor heeft, zie ik net, zijn vuile schoenen gezet. Maar hier allemaal dus een schap met drank. Ook niet onbelangrijk. Ja, hier het fornuis. En hier is eigenlijk nog een bijkeuken. Met nog een bankje. En hier drink ik wel vaak mijn koffie ook. Dus gezellig. Koffiezetapparaat. En dan nog een lavabo ook. Hier is de inkomhal. En hier staat eigenlijk een heel groot rek. Mijn mama heeft dat gekocht. Dat is wel heel mooi. En hier hangen wij onze jassen aan. Of als wij bezoek hebben. En dit is de trap naar de kelder. En hier naar boven, naar de kamers. En het dak is zo in een puntje. Het is eigenlijk een heel oud huis. En een paar zaken waren geclasseerd. Dus daar mochten wij niet aan verbouwen. Maar we hebben wel een stukje bijgebouwd. De living en dus de bureau. En dit is het bureau. Maar veel zaken moet je dus echt behouden zoals het vroeger was. En mocht je enkel restaureren langs de buitenkant. Dit is mijn puffercoat. Ik heb hem aan. En dus het is een heel lange jas. Maar dat zocht ik dus. Het heeft ook een kap. Ik zal hem eens proberen op te zetten. Dus ik denk dat ik het straks wel heel warm ga hebben. Ja, ik had deze eerst besteld online. Omdat ik die nergens kon vinden in de winkels. En dan ben ik gisteren in Antwerpen gaan kijken en ze hadden hem nog. Ja, ik zal het
Allee, referentienummer zeker in de comments zetten als jullie hem willen kopen. Ik ben even... Wow, amai, die zon. Bijna verblind even. Ik ben nu aan het wandelen naar de bakker. En dat is niet super ver, want dat is eigenlijk gewoon in onze straat. Maar het is zo, zo zalig weer om te wandelen. Ik had even wel misschien een zonnebril moeten aandoen. Amai. Ik ga nu wat Amerikaan kopen, want ik eet dat graag. En pistoletjes. En eitjes ook. Ik ben net terug van bij de bakker. Dus ik heb pistolets gekocht. Ik heb kip curry. Dat eet ik zo graag. Pompelmoes. Amerikaan. Dat is dan voor Vic, want ik eet niet zo heel graag. Ik eet wel graag meer Amerikaan, maar ik heb er niet zoveel zin in. Dan twee sapjes. Dat drink ik wel meestal veel. Nog eentje. En dan een pakje boter. Maar ik ga alles nog eens in de frigo zetten eerst, want Vic is toch nog niet meteen terug. We gingen dus vandaag wandelen naar... het is eerder een shopdag geworden. Het is eerst zalig weer. En ik heb nieuwe hakjes gekocht. Ik zal ze straks unboxen. En Vic heeft een nieuwe zonnebril gekocht. Maar we gaan nu zo meteen wel nog even wandelen. Want we hebben amper gewandeld. Gewoon van winkel naar winkel. Ik heb net kei leuke hakjes gevonden. Ik heb ze al met van die steentjes op. Maar ik vond deze ook heel tof. Ze zijn iets hoger dan mijn andere, maar ik vind ze wel leuk. En het gaat dus echt op alles. Op een jeans of op een rokje. Of zelfs voor in de zomer vind ik deze echt leuk. Met ja, iets wit of een wit lang hemd opgekleed. En voor de rest heb ik niets gevonden. Ik was nog op zoek naar een toffe blazer, maar dat heb ik niet gevonden. Helaas. Maar ik ben wel kei blij met mijn hakjes. We hebben vanavond een etentje met vier vrienden van ons. We gaan wel op restaurant naar Boudin straks. Maar we zijn daarnet hapjes gaan halen omdat we hier gaan aperitieven. En ik heb dus net de tafel helemaal klaargezet. Ik denk wel dat het vrij koud is. Maar de warmers staan aan en het is heel gezellig. En ik denk dat het plan erna is om even een stapje te zetten in de club. Want het is kei lang geleden dat ik ben uit geweest. Dus ja, zo ziet onze avond eruit. Good morning guys, het is weer een prachtige zonnige dag. Ik ben gisteren niet meer weg geweest. Ik ben eerst weer in mijn bed moeten komen liggen. Ik ben van restaurant moeten weggaan omdat ik dus migraine kreeg. En ja, mijn avond was iets minder leuk. Dus ja, ik dacht eens een stapje te zetten, maar dat is dus niet gelukt. Dus ja, we gaan straks terug naar Antwerpen en we gaan nu snel lekker een pasta eten. We zijn vandaag maandag en ik vertrek morgen naar Parijs met mama. We gaan naar de Dior Fashion Show in Parijs en ja, ik ben echt nerveus, want ik wil daar echt al jaren naartoe en morgen gaan we gewoon naar de show en ik heb er heel veel zin in en ik ben nu al aan het stressen, gewoon echt aan het panikeren om mijn outfit. Ik heb net een hair tutorial gefilmd, hoe dat ik mijn Dyson Airwrap gebruik voor volume in mijn haar te krijgen. Dus die kunnen jullie terugvinden op mijn Instagram. En ik beloof jullie ook dat ik heel snel een hair tutorial zal uploaden op mijn YouTube kanaal. Want dat moet ik ook natuurlijk doen. Veel van jullie vragen daar ook achter, dus die komt er ook zeker aan. En ik heb net nieuwe oorbellen. Deze zijn van APM. Het zijn hoops met gekartelde hoops. Dus wat dan mijn opties zijn voor morgen. Ik ben echt heel, heel blij. Ik ben echt heel blij. En morgen ga ik daar ook allemaal zo influencers zien waar ik ook enorm naar opkijk. En ja, het gaat gewoon heel leuk zijn. Dus eerste optie is een pyjama. Ja,
pyjama-pak, sorry, moet je dat niet noemen. Het is zowel een pyjama-stofje eigenlijk. Dus er is een broek bij ook, met dezelfde print. En ik vind dit wel nog wel eens iets anders. Dit leek mij wel echt een optie voor morgen. En dan zou ik deze hakjes erbij aandoen. Die draag ik veel en die zitten heel goed ook. En optie 2 zou eigenlijk deze blazer zijn, maar dus met korte mouwen, met een zwarte col roulé zou ik aandoen. En dit leren rokje en dan ja, ook kousen, want Sarah denkt al dat het zomer is, maar dat is dus niet zo. Maar dan zou ik daar dus net kousen onder aandoen. En dan heb ik een zonnebril van Dior, ook wel leuk. Het is een zwarte. Ik koop eigenlijk alleen maar zwarte zonnebrillen, maar ja, in de zomer is dat nu niet echt makkelijk, want ik draag dan nog wel veel kleur, dus ik kan dat bij niet zoveel aandoen. Dus dit is de zonnebril. Ik vind hem wel leuk. En de vorm is ook speciaal. I like. Dus ik ga nu mijn valies inpakken. We zijn maar één nachtje weg, dus ik moet eigenlijk niet zoveel mee hebben. Maar Sarah gaat weer veel te veel mee hebben. Dus ja, ik kijk morgen er heel erg naar uit. Okay, dus ik begin met een leren rokje. Ik vind dat altijd het makkelijkste om daarmee te starten eigenlijk. Dan heb ik ook nog een leren short bij. Die leg ik ook plat. Nog een leren short. Dan mijn blazer. Bon, sommige dingen kun je ook gewoon niet heel plat leggen in je valies, maar ik probeer dat toch wel om te doen. Allee, ik probeer dat toch wel te doen. Dan nog een pulletje. Dan nog een body. Dan een grijze blazer. Ik ook meenemen, dat is altijd wel makkelijk, zo'n basic stuk. Deze had ik al mooi opgeplooid. Dus ik plooi zo de mouwen. Dat is heel makkelijk. Mijn handtas. Oké, ziezo, mijn kleren zitten er allemaal in. Allee, toch het eerste deel. Dan heb ik nog 2 ceinturen mee. Voor in een blazer aan te doen. En dan natuurlijk mijn schoenen. Bij mij neemt echt al de helft van mijn valies gewoon in aan stijltannen, krultannen, beautyproducten. Dat is echt een drama gewoon. En dan heb ik ook nog een keileuk pakket gekregen van Dior Beauty. En het zijn dus die eyepatches dat je ziet op TikTok. Die dat dus nu ja, echt trendy zijn. Ze zijn echt heel mooi, maar dit zijn dus zo van die anti-wallen patches eigenlijk. En het is met dit logo. I wish I could show you, maar ik wil ze echt nog niet open doen. Want ik ga ze morgen pas gebruiken. Dus die gaan ook mee in de valies. Daarnet was ik mijn kleren aan het klaarleggen op mijn zetel, want meestal doe ik dat altijd eerst en dan leg ik alles in mijn valies. En het nieuws stond op en natuurlijk weet iedereen wat dat er gaande is in Oekraïne. En ik kreeg opeens echt een heel dubbel gevoel en dat is ook de reden waarom ik er nu over spreek. Dat ik mij eigenlijk op een of andere manier een beetje schuldig voelde. Omdat ik mij aan het klaarmaken was voor een leuke trip met mijn mama. Waar dat ik naar uitkijk, zeker en vast, maar tegelijkertijd voelde ik mij toch een beetje slechter over, omdat ik zoiets had van ja, er is wel iets veel ergers aan de gang nu. En het is wel echt belangrijk om daar bij stil te staan ook. En natuurlijk worden wij ook elke dag geconfronteerd met harde beelden, video's en foto's van ouders die een kind moeten ergens anders naar een veilige plek sturen of afscheid nemen van hun familie. En misschien wetende dat zij elkaar gewoon niet meer terug gaan zien. Ik mag er gewoon echt niet aan denken.
En sorry dat ik dit misschien echt zo op een heel triste manier vertel, maar het doet mij echt wel heel veel. En ik leef heel erg met die mensen mee en ik hoop echt, echt waar dat er heel snel een einde zal aankomen, want het is echt niet meer menselijk. Het is gewoon hartverscheurend om te zien. En ik vind het ook heel knap, dat wou ik ook zeggen, dat er zoveel mensen zijn op social media. Mensen met een heel groot bereik en die dat, ja, ook de aandacht kunnen trekken van mensen. Om echt hun steentje bij te dragen op hun manier. En toch centjes in te zamelen om die mensen daar toch te helpen op een of andere manier. Dus ik wou dit toch even zeggen. Dat ik dat mijn gedachten echt bij de mensen zijn in Oekraïne nu. Dus ik ga nu de rest doen. En dan ben ik helemaal ingepakt. En dan ga ik zo meteen slapen. Want wij moeten morgen vroeg op om te vertrekken. Good morning. We zijn vandaag dinsdag. En ik ben mij snel aan het klaarmaken. Want wij vertrekken binnen een half uur. Happy is aan het blaffen. Happytje. Er heeft net iemand gebeld aan de voordeur. En dan is ze altijd aan het blaffen. Dus vandaag hebben we wel een vrij drukke planning. Maar een hele leuke planning. Dus we gaan eerst inchecken in het hotel. We slapen in Plaza Adnée. Dat is echt een prachtig hotel. Ik heb er nog niet geslapen, dus ik ben zeer benieuwd. Daarna gaan we lunchen in het hotel. En dan moeten we ons klaarmaken om naar de show te gaan. En er komt een make-up artist. En de show is om 3 uur. En daarna zijn we uitgenodigd voor een exclusieve bezichtiging in de nieuwe winkel van Dior. En daarna ga ik met mijn mama in de avond eten in een heel leuk restaurant. Ik heb er al veel over gehoord dat het zo goed is. Dus ik dacht, ik had aan mama gezegd om dat misschien eens te proberen. Dus ik ga nu even wat mascara aandoen. En dan zijn we helemaal ready to go. We zijn net toegekomen in Parijs. En mama is druk bezig met de Eiffeltoren te fotograferen. Ja. Het plan is als volgt. We gaan eerst naar de winkel. Want mama heeft nog een paar hakken nodig. Want ze heeft natuurlijk geen hakken in haar kast. Enchanté. Ik ben net toegekomen in onze kamer en wauw, deze kamer is echt insane. Zo mooi, nog mooier in het echt dan op foto. Dus dit is de living. En onze uitnodiging ligt er ook. Hoe leuk! Echt heel, heel, heel excited. Volgens mij zijn het productjes van Dior. Ja. Oh, die vind ik zo goed. Er zitten dus 2 zakjes in. Ik denk dat 1 een kaars is. Die ruiken zo lekker. Echt niet normaal. Oh my god. De Maximizer. Lipgloss. Hoe... Dit is echt mijn favoriete mascara. Maar hier ben ik echt heel blij mee. Dan heb ik een eyeshadow paletje gekregen. En een powder blush. Ik ga zo meteen vragen of die vrouw deze kan gebruiken. Want die zijn echt wel goed. Oei, deze ken ik niet. Dat is een brush van Dior. Maar die ga ik ook zeker eens proberen. Dan ligt er een klein kussentje bij. Heel cute. Deze is voor Happy. En we hebben zicht op de binnenkoer van het hotel. Het is vandaag wel vrij bewolkt, dus niet zo'n heel goede dag.
Dan onze slaapkamer. Dit is de slaapkamer met dan hier een dressing en een bank. Ja, een bank. Dus ja, echt een heel, heel mooi hotel. Ik vind het ook leuk dat het zo een oud hotel is, dat er zo'n bepaalde vibe rondhangt. Ik ga heel graag logeren in van die echt heel oude hotels. Ik vind dat echt heel gezellig en ja, het is toch iets anders dan echt zo'n heel, heel modern hotel. Dus vandaar, ik vind het echt ja, heel, heel leuk. Nu nog enkel mascara en mijn make-up is helemaal klaar. We moeten binnen een kwartier al vertrekken en ik ben veel te laat. Maar ja, het heeft toch wel bijna een uurtje geduurd om mijn ogen zo te krijgen. En ik vind het wel heel, heel mooi gedaan. Heel tof. Super. La, 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 la. Ik ga mij omkleden nu. Want we zijn nogal gepresseerd. Dit is mijn look voor de Dior Show. Joe! Oei, straks door de deur. Ja, oké, we zijn weg. We zijn er helemaal ready voor. Ik vind mama haar look veel te mooier als die van mij. Maar jij bent een echte Parisienne. Oké, we gaan dat doen. En we zijn super gehaast, want we zijn veel te laat. We zijn een half uur te laat. Net buiten, de fashion show is gedaan net en er is zoveel volk. Het is echt insane. We hebben keiveel celebrities gezien. Ik heb net Riella gezien. Echt super cool. Dus wij gaan nu even naar het... Ja, ik denk dat het... Oké, we gaan even kijken. Erik is aan het kruisen. Oh my god. Volgens mij is dat Rihanna. Al die mensen zijn zo hard aan het roepen. Ja, het is Rihanna, want iedereen ziet Rihanna ook te roepen. Het is echt heel, heel, heel insane dit. Het is ondertussen 6:00 PM en we zijn even langs het hotel gepasseerd, want ik heb andere schoenen aangedaan. Ik had echt heel veel pijn in mijn hakken, maar daarnet was het echt een ja, niet normale beleving. Ik heb gewoon Rihanna gezien, zij stond een meter van mij, dat was gewoon insane. Nu zijn we onderweg naar de winkel van Dior, dus op Avenue Montaigne. En ze hebben hier eigenlijk 3 jaar aan gewerkt. En we zijn nu een van de eerste dat de collectie en de winkel dus opnieuw mogen bekijken. Deze winkel is echt niet normaal, nog nooit zoiets gezien. Ze hebben hier gewoon letterlijk echte bloemen en planten in de winkel. Met zelfs een chocoladebar, allee, patisserie. Insane. Ik dacht dat het allemaal ja, niet echt was, maar het is dus wel echt. Allee, echte planten, sorry. Ze hebben hier zelfs een restaurant. Volledig... Ja, in Dior gewoon. Krankzinnig. Echt de waanzin. Ik heb nooit zoiets gezien. Ik ben echt, ja, sprakeloos, zeg maar ook precies. Nee, echt ongelooflijke winkel. Zelfs gewoon al om te komen kijken is het echt, echt de moeite.
Ik heb snel even mij omgekleed, ook de deur zit vast. En wij gaan zo meteen vertrekken naar het restaurant. Ik heb een rokje aan van de Attico, mijn Prada handtas en mijn nieuwe Prada rokjes. Maar wij zijn echt vrij moe, dus wij gaan het niet te laat maken. En dus wij gaan nu snel iets eten. Net aan tafel in het restaurant en ik zie opeens, toen we aan tafel kwamen, overal dus logo's van Off-White. En we vroegen ons af, hoe komt dat? En dus ik zei tegen mama, dat is waarschijnlijk dus een samenwerking. En effectief, dus gedurende Fashion Week nu, is dat eigenlijk een samenwerking met Caviar Caspia en Off-White. Dus dat is dus de reden waarom dat ook in de menukaart de logo's staan en gewoon Off-White ook. Dus wel leuk en een tof concept ook. Right. Hoe cool is dit, een Off-White grijpmachine? Nee. Super. Oei, ja, je kunt gewoon niet eens naar rechts. Oh my god, wat is dit? Dit wil ik. Oh nee. Can I try again? We zijn net terug in het hotel en wij zijn echt dood op. Ik ga moeten geven, ik voel het. Wat een hectische dag, ook heel de tijd met die vlogcamera en mijn foto's maken. Mama is echt kapot. Mama heeft gezegd, neem volgende keer maar een andere fotograaf mee. Wij gaan echt zo meteen slapen en ik zie jullie morgen terug in een nieuw dagje in Parijs. Zeg, dus eigenlijk gaan we... Mag ik stoppen of wou je nog iets zeggen? Ik wou eigenlijk zeggen dat ik eigenlijk mij een beetje misbruikt voel. Allee mama, dat is echt niet. Ik hou je totaal niet zo'n gevoel. Ik heb eigenlijk een werkdag gemist. Het was erger dan werken. Maar bon. Nee, maar nu besef ik. Maar nee, nu besef ik eigenlijk wel, en daar hebben we het er net wel over gehad ook, dat al die heel bekende influencers soms twee shows hebben per dag. Dat is gewoon krankzinnig. En wij zijn nu gewoon kapot. Na één show. Maar bon, het was wel heel hectisch, hè? Dat moet ik wel zeggen. Maar ja, maar het zijn luxe problemen. Ja. Dus wij gaan nu slapen, want ik kan echt niet meer. En... Good morning. We zijn vandaag woensdag. Ik ben net wakker. En ik ga de eyepatches proberen van die jaar. Dus in het pakje zitten er eigenlijk twee zakjes. Dus ik kan het twee keer gebruiken. Hoe cool. Wauw. Dit voelt zo goed. Amai, nu voel ik mij heel fashionable. Ik weet totaal niet of dat ik dit op de juiste manier aan het doen ben. Maar ik denk het wel. Amai, ik vind dit echt zo cool gedaan. En we moeten 10 minuten erop laten en dan krijg je een hydration effect. Amai, maar dat voelt echt niet normaal goed. Dat is echt zot, dat gevoel. Moet je eens proberen, ik heb er nog één. Jammer dat je het maar één keer kunt gebruiken. Ik ga ze er nu afhalen, want ze zitten er ongeveer 10 minuten op. Echt wel eens leuk om het eens te proberen. En dan heb ik gisteren ook na de show een doosje gekregen met allemaal lipsticks van Dior. En daarin ook een spiegeltje.
Dit is wel leuk. Dit is wel iets natuurlijker. Maar die smaakt ook echt goed. We zitten net aan het ontbijt en ik heb mijn latte besteld met sojamelk. En er zijn ook heel lekkere croissants. Mama heeft er alleen opgegeten. En straks staat er dus nog op de planning dat we gaan wandelen, een beetje sightseeing doen. De late namiddag gaan we lunchen in L'Avenue. En daarna keren wij terug naar huis, helaas. Dan heb ik twee gepocheerde eitjes besteld met een toast op. En dan ook nog twee toastjes met avocado. En mama heeft hetzelfde besteld. Lekker gezond. Good morning. We zijn vandaag donderdag en we zijn sinds gisteravond terug van Parijs. En ik moet morgen alweer vertrekken naar Parijs voor een vrijgezellenfeestje van een vriendin van mij. Superleuk. En ik heb ook een heel leuke haul voor jullie klaar van Naked Fashion. En ik heb ook een code waarmee dat jullie dus korting krijgen op de website als jullie iets kopen. En mijn code is puttemans25 en die is geldig van 6 maart tot 13 maart. En ik zal ook alle informatie onder mijn video posten. Ook de linkjes van de items die ik nu ga tonen, zodat jullie die makkelijk kunnen terugvinden. En ik heb al één item aan. Het is een wit lang kleedje. Ik zal het even tonen in de spiegel. Zo ziet het eruit en van onder is er dus een split. En ik dacht, het is nog wel leuk te combineren met bijvoorbeeld stoere boots. Of eventueel met een riem in de taille. Dus ja, dit is het eerste item. En dan ga ik jullie nu mijn andere items tonen. Dit is de tweede look. Het is dus een effe zwarte col roulé. Dat is altijd makkelijk, zo'n basic. En een zwarte geklede broek. Hij valt oversized. Het is een oversized fit. Er is ook zo'n... ja, leuk detailknopje aan. En ik heb normaal in zo'n geklede broeken of al mijn broeken een maat 36. Maar ik raad toch aan om een maatje kleiner te nemen. Dus ik heb hier een 34 in. En ja, deze is natuurlijk echt wel leuk met een sneaker of een hakje. Als je wat opgekleerd wilt zijn. Dus dit vind ik echt een toffe look. Dit is het volgende item en ik vind deze jas echt zo cool. Het is dus een leren met een teddystof van binnen. En ik zag deze online en ik dacht echt, deze moet ik gewoon hebben. Ik vind hem echt heel tof. Zelfs zo met een sneaker voor overdag. Ja, vind ik echt heel leuk. En is heel warm trouwens ook. Ik zocht al heel aan een leren jas, maar ik vind het net cool dat het zo wat breekt met dit wit. Ik denk echt dat ik deze heel veel ga aandoen. Dit is de volgende look. Het is een leren broek met zakjes aan de zijkant. Super handig. En dan deze zwarte pul. Ik vind het wel... Ik draag heel veel zwart en ja, ik heb ook wel veel zwart uitgekozen. Omdat ik het gewoon heel makkelijk vind om zwart te combineren met mijn andere kleren. Maar deze pul zit echt zo leuk en is heel zacht. Dus die heeft zo wat wijdere mouwen. En hier in de taille is het heel gecentreerd. Het is een soort van rek dat erin zit. Ja, heel leuke pul. Dit is de laatste look. Ik ben helemaal ingepakt met deze sjaal. Maar hij is echt zo cozy en ongelooflijk zacht en warm. Dus als je nog een sjaal zoekt, een zachte sjaal, this is the one. En dit is gewoon echt een must-have. Want het is heel makkelijk om te combineren met verschillende kleuren. Want ja, er komt gewoon zoveel kleur in. Bijvoorbeeld met het eerste item dat ik aan had, het beige kleedje, zou deze ook perfect op gaan. En dan heb ik ook nog een jeans van Naked. Zo ziet hij eruit in de taille. En dan deze pul die ik aan had bij de vorige outfit. Met mijn leren broek. Dus dit was mijn haul van Naked. Mijn kortingscode kunnen jullie dus gebruiken van 6 tot 13 maart. En mijn code is puttemans25. Ik hoop dat jullie heel leuke items zullen vinden. En ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze haul.
De weekvlog zit er alweer op. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn vlog. En er staat maandag iets heel cool op de planning dat ik zeker ga vloggen. En ik kan echt niet wachten om dit te delen met jullie. Dus ik zie jullie uiteraard volgende week zondag terug met een nieuwe vlog. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Bye bye!